Oppositionele partijen storen zich er nog steeds aan dat president Desi Bouterse niet in het parlement verschijnt. Ze vinden namelijk dat het staatshoofd vooral nu bij de begrotingsbehandeling aanwezig moet zijn. Bouterse is vandaag wederom niet verschenen in het parlement, waardoor de vergadering 2 uren later begon. Ook de coalitie heeft de president graag in het parlement. Maar volgens vicevoorzitter Melvin Bouva moet rekening worden gehouden met de verdeling van taken. Het is altijd nodig en altijd gewenst dat de president in de vergadering is. Alleen houden we wat dat betreft rekening met een realiteit dat al traditioneel zo is. Dat de president het werk verdeelt onder zijn regering. En meestal de vicepresident de belangrijkste zaken die moeten gebeuren in het parlement, dat de vicepresident het coördineert. En opgezette tijd is de president hier. Dus ik vind het ook altijd belangrijk dat de president er is. Maar we houden rekening met de verdeling van het werk binnen de regering. Ik vind altijd al dat de afwezigheid van de president een grote misser is. Te vaak afwezig en daardoor ook niet direct open om het debat te voeren hier met parlementariërs over het beleid. De president die kiest er kennelijk voor om elke keer de VP of de heer Mustadja als senior minister aan het woord te laten of de zaken te coördineren. Maar het lijkt mij, juist op grond onder andere van artikel 90, dat de president de eindverantwoordelijke is voor het te voeren regeringsbeleid. Hij moet hier zijn. En iedere keer is er wat. Kijk, als hij ziek is, is hij ziek. Ik bedoel, daar kan ik niet zo tegenover doen. Maar het is een deel van zijn taak, het is een deel van zijn werk om de debatten hier in het parlement met ons te voeren en aanwezig te zijn. Breveld heeft samen met de overige oppositieleden 3 moties ingediend. De oppositie keurt het ontwikkelingsplan af. Daarnaast is er ook enorme kritiek op de begrotingsbehandeling. Vooral het pakkettenbeleid moet volgens Breveld helemaal veranderd worden. Wij vinden dat je bonnen zou moeten geven aan de mensen die het echt nodig hebben. En dan praten we over bonnen waarbij mensen dus in staat zijn om zelf hun spullen te halen. En dan heb je in ieder geval de transportkosten niet meer, die hele infra die de overheid moet inzetten. Het is kostendrukkend, het is ook een voordeel voor de overheid. Daarnaast is het belangrijk om te screenen op degene aan wie pakketten worden verstrekt, maar ook financiële bijstand. Gaat u voorstemmen voor de moties van de oppositie? Afhankelijk van hoe de moties worden gepresenteerd en afhankelijk van de inhoud, zullen we daar ons debat voeren en een oordeel over vellen. Parlementariër Melvin Bouva en daarvoor Karel Breveld over de moties die zijn ingediend door de oppositie. De politieke partijen ABOP, Partij Luhur, NPS en DOE zijn het niet eens met de begrotingsbehandeling en het ontwikkelingsplan dat nu wordt behandeld in het parlement.